Yo, kijkers van Watchjagger, welkom bij een nieuwe tour van The Kingdom Zera. Vandaag ga ik jullie weer eens wat moois laten zien. En ja, we zitten hier nou nog steeds op ons mooie grote plein van Silverport. En dit is eigenlijk de beurs. Deze staat nu ook al op de Kingdom server, zitten nu op onze bouwserver. Dus denk niet van, hey, alles wordt in Creative gemaakt. Alles wordt in Creative ontworpen. En vervolgens met Schematic, dus op de echte server geplaatst. Want ja, zo krijg je dus echt de mooiste building zoals je hier ziet. Ja, kijk eens. We hebben hier nog de ambassade van Lyort. En natuurlijk daar onze entree naar de stad. Maar ja, we hebben vandaag weer wat leuks erbij gebouwd. Of in ieder geval, ik heb van de week weer flink lopen bouwen. Want Danny die was bezig met de haven, maar hij was een beetje de motivatie kwijt. En vandaar dat wij dus nu hebben gekozen dat ik even er verder mee zou gaan. En het is ook nog niet volledig af, maar is al wel heel weer wat bijgebouwd. Nou, zoals je hier zit, dit was eerst dus nog niet gemaakt, maar hierachter, ja hoor, dan zie je de vuurtoren staan. Je komt dus eigenlijk nog door een soort van bos heen en dan heb je hier een soort van paadje waar je af kan gaan. En daarachter staat een boot in de fik. Oh, die is gebruikt voor opnames. Oh, wat leuk. En dan kom je hier bij een klein begraafplaatsje, want ja, dit is zeg maar een hoek waar je echt een heel mooi uitzicht hebt op de zee. Maar hier staan dan ook weer wat begraafplaatsen bij. Zoals hier heb je Gert-Jan, de konijnenspringer. En hier hebben we Klein, de pieper der stemmen. Ja, dat zijn natuurlijk oud-Seranen die helaas gestorven zijn. En dus eigenlijk gewoon hier begraven worden. Herdacht in Zera bij het mooie water. En ja, dan komen we dus hier. Hier gaan wij dus even verder. Dan kom je dus eigenlijk in onze lighthouse. Deze lighthouse is om te indiceren dat hier dus eigenlijk de havenstad zit. En dat mensen en boten hier dus gewoon naartoe moeten gaan. Dus je moet een flinke trap omhoog zo. Kijk. En ja, dan moet je komen hier. En dan moet je het laatste stuk met de ladder doen. Dus dan mag je lekker grijpen om naar boven te komen. Want ja, hier wordt een heleboel hout naartoe gebracht. Want dat moet verbrand worden. Want anders kan er geen vuur gezien worden. Maar kijk. Ho. Nou, dan gaan we even naar beneden springen. Oh. We moeten even kijken. Plons. Nou, we kunnen dus lekker het water in. Maar ja, hier zie je dus onze mooie vuurtoren. Oh, wat mooi. Oh, wat leuk. Wat staat die daar toch mooi, zeg. Maar ja, goed. Dan gaan we even hier naartoe. Want de meeste mensen die komen dus aan. En die zien dus als eerste niet wat er hier in de lucht hangt. Maar wat hier is. En dat zijn onze twee mooie herten. De herten van Zera. Dit is zeg maar De entreehal, of entreehal, what the fuck, dit is gewoon de entree naar onze haven. Dus jullie komen hier zeg maar in. Maar de gasten zullen hier dus eerst aan land moeten komen. Hier worden dan nog ladderstegen aangeplaatst, maar die komen dan hier. En dan lopen ze hier zo door de grenscontrole heen. Grens van Zera, grenscontrole. En dan kunnen ze hier zo naar binnen. En dan sta je hier al gelijk in de haven. Hier zien jullie onze scheepswerf. Deze is geheel ontworpen door Danny. Danny heeft het heel goed gedaan met de hijskranen erbij. Ik vind deze echt heel vet. Want ja, hier worden dus de boten gemaakt die ontworpen worden. Nou, dan zie je hier dus dat die kranen die zorgen ervoor dat ze met blokken omhoog kunnen komen. En deze stukken hout kunnen gewoon weer omgegooid worden. En dan wordt de boot gerold. Maar eigenlijk wat er gebeurt, ze halen dan de stuwen, dan halen ze deze weg. Zo. En het hout natuurlijk ook wat eruit moet. Alleen de versteviging. En dan laten ze vanzelf, laten ze dus gewoon de deuren open gaan. Waardoor er water instroomt. En dat dit hele werfje volop met water. En vervolgens komt dan het schip te water. En ja, als die weer droog gepompt wordt, dan moeten dus pompen geactiveerd worden, waardoor het water weer verwijderd wordt. En dat is even een klusje, maar ja, dat is wel handig. Ja, dan heb je hier onze eerste kader. Hier kunnen de grote schepen worden aangemeerd. Er komt nog een groot schip wat we gaan ontwerpen hier, maar dat komt wat later. Dat is nog niet echt tijd voor geweest. Danny is er op dit moment mee bezig. Dus ja, een beetje aan de kant van Moora, want hier is Moora dus. En daar zit dus dat paleis van jullie, wat jullie in de vorige aflevering hebben gezien. Dan kunnen hier dus de grote boten aankomen. Hier komen dus echt de grote aan. Nou, dan heb je hier het gebouwtje van de scheepswerf. Die moet nog ingericht worden, zoals jullie kunnen zien. Maar hier komen dus straks alle werkers gaan hier naartoe. En dan kunnen ze hier gewoon hun plannen uitwerken om de boten te maken. Dus stel, er worden roeiboten gemaakt. Dan kan het hiervoor nog. En grote schepen worden hier dus ingemaakt. Ja, mooi hè. Dan hebben we hier nog heel wat bagage liggen. Je hebt, of bagage, wat de fuck. Dit zijn gewoon producten
die we gebruiken om onze boter van te maken. Dus het hout dat van de houthakkersschilder komt, wordt hier naartoe gebracht voor de boterproductie. Want ja, wij maken natuurlijk boter, eventueel ook voor andere kingdoms die daar vraag naar hebben. En die komen dus hier gewoon boter kopen. En ja, hier is dan eigenlijk, zeg maar, dit is dan het huisje. Dit grote gebouw is, zeg maar, het dokhuis. Hier komen dus straks mensen die willen hun boter kwijt. Dan moeten ze eerst langs het dokhuisje om daarvoor een vergunning en een betaalde plek te krijgen. En dan eigenlijk kunnen ze dat hier doen, maar dit moet ook nog ingericht worden. Ja, het wordt allemaal een beetje kantoorachtig. En dat is puur om het feit dat dat hier ook moet gebeuren. Er liggen hier aardig wat goederen langs de kust, zoals je hier ziet. En hier hebben we een boot. Hier zat eerst ook een boot, maar Danny heeft hem weggehaald blijkbaar. Oh, nou, deze heeft Danny ook gemaakt, dit bootje. Ik vind deze wel heel leuk geworden. Heeft Danny goed gedaan. En ja, de hijskranen zelf zijn ook heel vet. Het is zeg maar eigenlijk het mechanisme wat je hier ook hebt. Van deze met de tandwielen die dan, of nou de grote houten wielen waar je aan moet draaien. Waardoor dan zeg maar dus het touw omhoog komt. En dat heeft deze ook. Alleen ik heb een wat hoger model gemaakt. Dit is meer een fantasy-achtig hijskraan. Zoals je ziet hier het onderstel. Dan kom je boven. Dan zit hier de draaischijf waar het mechanisme mee gedraaid wordt. En dan heb je hier natuurlijk de counterweight om ervoor te zorgen dat natuurlijk, of te zorgen dat de hijskraan gewoon de goederen naar boven kan tillen. En natuurlijk het katrolsysteem waarmee het dus opgerold wordt. Dus dat is wel heel vet. Ja, en natuurlijk nog even een dikke shout-out naar Dennis voor het ontwerpen van deze beelden. Roughness. Kijk natuurlijk even zijn kanaal. Is super vet. Hij maakt heel veel shit. Nou, dan hebben we hier dus een steiger met goederen. Je hebt nog meer dingetjes. We kunnen wel even in de boot gaan kijken. Maar volgens mij moet die ook nog ingericht worden. Of heeft Danny dat al gedaan? Nee, dat heeft Danny al gedaan. Dit is dan de kapiteinshut. Zo. Dan kan hij hier naar beneden. Kijk eens aan. En ja, dit moet nog wel ingericht worden. Maar dat komt wel goed. Er komt ook een Man of War voor Zera. En dat wordt zeg maar een echt gevechtsbataljon schip. Of nou hoe je dat ook noemt. Ik ben echt slecht in die termen trouwens. Maar die wordt nog ontworpen. Ik denk dat die daar trouwens komt. Dat Danny daarmee bezig is. Dan heb je weer een hijskraan. En dan kom je hier langs. We hebben ook een beetje gekozen om het open te houden. Want ja, je kan veel detail brengen aan een haven. Maar als je dat doet, zeg maar, dan heb je ook weer een te volle haven. Dan kunnen mensen met paarden er niet langs. Grote machines, zeg maar. De ballista's die we ontworpen hebben. Daar kunnen mensen dus niet langs. Dan heb je hier nog een klein huisje. Hier is verder, ik denk dat deze te huur gaat worden. Of deze kan je straks kopen. En dan komen we bij de hoofdpoort. Waarmee je eigenlijk Silverport straks benadert. Want ja, dit is dus de poort. Hij heeft twee deuren. Deze is dicht, deze is open. En vanaf hier kan je dus straks Silverport in. Hier komt dat café. Die heet, even zien, dat is Bart de Zoetzeeschuur. Dus dat is wel een beetje, ja, een prankie. Of nou, hoe moet je dat noemen? Gewoon een soort van speling in de naam. Want ja, het is natuurlijk de Zoutzee. De Zoute Zee. En vandaar dus de Zoetzeeschuur. En vanaf hier kan je straks het ondergrondse district in. Waar je straks dus, als je hier binnenkomt, dat je dan zeg maar de warenhuizen hebt. En daarachter zit dus eigenlijk de lift die je hier dus had gezien in twee afleveringen terug, denk ik. Hier komt dan de lift en dan kan je vanaf hier dus de stad in. Dus mensen komen aan via de haven, kunnen dan door die poort heen en dan komen ze hier uiteindelijk met de lift omhoog. En dan zijn ze al in de stad. Maar ja, dit moet natuurlijk allemaal nog in Zera zelf worden gepaced. Dus ja, dat kan nog even duren. Maar ja, hier tegenover heb je ook weer een huis. Dit huis zal denk ik ook straks te huur zijn. En dan gaan we nu naar het militaire district. Want natuurlijk heeft Zera ook een soort van navy, een soort van marine die ze moeten onderhouden. En dat is dus voornamelijk de groep van water. We hebben daar nog geen naam voor. Maar het waterbataljon, zeg maar, dat zal dus hier gaan zitten. Je hebt hier dan ook weer een poort. Hier kunnen dus kanonnen doorheen gevoerd worden. En ze hebben natuurlijk hijskranen. Ze hebben veel goederen. En dan zie je hier de ballista's op karren. Want ja, deze kunnen natuurlijk op boten worden getild. En dat ze van die gigantische pijlen schieten. En dan kunnen ze bijvoorbeeld andere schepen binnenhalen. Ik wil zelf nog een Hunter hebben, zo'n schip. Waarmee ze dan ook gewoon, stel, er is dan één groot schip of een klein schip. Wat ze eigenlijk willen gaan overvallen. Dan schieten ze dus eigenlijk met die ballista's op die boot. En dan is het zo, tak, tak, tak. Grapples, je weet het wel, denk ik. En dat is leuk hieraan. Ja, hier zie je dus nog dat ze hier de ballista's aan het bouwen zijn. Met van dit soort stijgers. Die zijn wel heel leuk. Dan kom je hier eigenlijk bij een kanonnenopslag. Of nou, hier een kleine goederenopslag. Hier was ik eigenlijk nog mee bezig vandaag. Maar daar ben ik nog niet verder mee gekomen. Nou, dan heb je hier straks onze kanonnenopslag. Hier worden alle kanonnen opgeslagen. En ballista's die zeg maar droog moeten staan.
Want ja, je hebt hier ook nog wat staan, zeg maar. Hoppakee. Ja. En hier kan je ook nog onder. Dus het is lekker gevuld. Wow. En hier nog een, ja, een soort van krat of zo. Wat ze kunnen tillen. Zoals deze dingen. Die kunnen ze dan gewoon tillen. En hier zit dan het hoofdkwartier van de marine. Hier zitten dus alle admiralen, generalen van de watervloot. Die kunnen hier allemaal komen. En dan worden ze daar dus, of zullen ze hier alles aansturen. De kazerne zit natuurlijk in de stad. Maar de soldaten die komen hier naartoe om hun orders te krijgen. En dan kunnen ze in de boot en dan kunnen ze op zee gaan. Dus dat is zeg maar onze haven. Ik zou even van bovenaf nog één keer kijken. Je hebt dus 1, 2, 3, 4, 5 hele vakken waar schepen in kunnen. Dan heb je de scheepswerf. En je hebt natuurlijk de hele lange kader. En daar komt dus ons grootste schip te hangen. Ook zullen er een paar boten nog voor de baai worden neergezet. En dan zie je al wel dat het echt een hele vette stad wordt. Ook de muren zullen hier staan. Dus stel we zullen aangevallen worden van de waterkant. Dan zal dit onze eerste verdedigingslinie zijn. En vanaf daar moeten we dus eigenlijk de stad in. Dit is onze tweede verdedigingslinie. En dan natuurlijk de derde verdedigingslinie is onze eigen muur zelf. En de vierde verdedigingslinie is zeg maar de muur van het gebied van Jordi. Jordi's villa is helemaal ingericht. Die zullen je binnenkort wel een keer in livestream zien. Want dat had ik nog niet geshowt. Gaan we misschien wel een keer doen als van de hele stad. Als het af is, dat we daar een mooie cinematic van kunnen maken. Dus hopelijk vonden jullie het leuk. Dan hoef je dus dat duimpje omhoog als je dat nog niet hebt gedaan. En bedankt voor het kijken. En misschien dat we jullie straks wel zien in Silverport. Dat was hem alweer. Dankjewel voor het kijken. Later en tot de volgende keer. Ciao ciao. Doei.